Hey, welkom. Wauw. Gehuld in diepe dankbaarheid. Dankjewel dat je hier bent. Dankjewel voor deze mogelijkheid om diep te verbinden met de bron, met de bron in jou. En als we dat allemaal doen, zo gezegd, dan merk je dat. Dan merk je dat er echt maar één van ons is. En dat is mijn ervaring. Zo, ik ben heel blij om dit telkens weer te oefenen. Om telkens weer dit als een soort van meditatie of gebed te doen. En even gewoon helemaal stil te luisteren naar de stem uit de hemel. Die niks anders zegt dan, wees gerust. Hier ben ik. Alles is je gegeven. In dit moment, in elk moment. Jij staat stil en je weet het. Dus, maar dat gaat helemaal voorbij aan waarneming, aan wat dan ook. Jij wordt helemaal stil, dan opent dat vanzelf in jou. Nou, dat vervult je met een gevoel van ja, diepe dankbaarheid, zeg ik dan maar, of vervulling, of ja, zoiets van, wauw, ongelooflijk. Wat een, zo dichtbij is dat. Het is gewoon zo binnen handbereik. Het is altijd bij me, ik kan het niet verliezen. En het geeft me altijd in feite hetzelfde. Een constantheid in welkom thuis. Ja, hier is het. Ah, gelukkig. Alleen dit is waar. Ja, alleen dit is waar. Nou, dit is eigenlijk de genezing of de heling die telkens plaatsvindt. Telkens kom je weer terug naar dit moment. Hier is het. Je hebt het gevonden. Nou, welkom thuis. Ik ben een moment stil en ik ga naar huis toe. Zoiets. Want dat wordt de praktijk. En zo ongelooflijk, wat een geschenk. En dat in feite naar het doen van wat oefeningen, maar eigenlijk het openen van je bewustzijn hiervoor. En zien dat jouw eigen waarneming en je eigen denken, en je ideeën erover, over wat je ziet, hebben geen betekenis. Hè? Dat weten we natuurlijk uit de lessen. Hebben geen betekenis en we leggen ze terzijde. Het is niet alleen dat ze geen betekenis hebben, maar we doen er ook even niks mee. Als wij God willen ervaren, is er geen ruimte voor iets anders. Als je jouw bron wil ervaren, dan kun je niet een dealtje maken met, ik hou ook even vast aan dit. Of voor nou hou ik hier gewoon aan vast en dan wil ik toch een God-ervaring hebben. Nee. Gewoon eventjes je altaartje schoonvegen. En gewoon helemaal komen in een aanwezigheid van, oké, er is niks liever wat ik wil dan de vrede van God ervaren in dit moment. En dat is alles. Verder wil ik niks op dit moment. Ik laat alles verder gaan. Dus je kunt zeggen, je geest is in een continu staat van release, ontspanning. Van laat gaan. Niet actief bezig zijn met je waarneming, met jezelf, met je ideeën over je dag, met je ideeën over wie dan ook. Nee, gewoon helemaal dat tot rust laten komen. Helemaal rustig en helemaal stil worden en gaan luisteren. En luisteren naar de stem uit de hemel. Ja, dat is zo ongelooflijk. Dankjewel voor de gelegenheid om zo de dag te starten. Dat is fantastisch. En jij bent de gelegenheid daarvoor. Jij hebt hierom gevraagd en je neemt eraan deel. Nou, fantastisch. Zo mooi. Dat is heel, heel prachtig. Dus ja, we vinden ons. Ik moet wel lachen om die achtergronden. Het is een soort spel geworden bijna. Ik bevind me nou in één keer in een Zaans landschap met een hele beroemde molen. De naam van die molen, ja, laat het me weten in de opmerkingen die je wil plaatsen. Dit is zo grappig. Dus waarom doe ik dit met zo'n achtergrond? Nou, dat heeft verder ook geen betekenis. Zo van waar wij over praten heeft niks met Nederland te maken.
Maar misschien is Nederland de plek waar je dit ontdekt. Dat denk je. Dat is prima. We gebruiken de Nederlandse taal. En waarom doe ik dat? Omdat het mijn moedertaal is. Is dat belangrijk? Ik gebruik mijn moedertaal. Natuurlijk is dat belangrijk. Ik ben ermee opgegroeid. Het idee dat ik denk dat ik ben, is daarmee gevoed vanaf baby zijnde. En nu is het grappige dat als ik de waarheid, zeg maar, uitspreek in mijn eigen moedertaal, dat het iets met mij doet. Bijvoorbeeld, in ieder geval, dit is mijn ervaring nu, sinds ik hier net mee ben gestart. Het maken van vertalingen van de cursus, zeg maar, van de waarheid die ik lees, maakt me ongelooflijk blij. Daarom vind ik het zo leuk om dit te doen. Ik heb zoveel plezier aan om dit samen met jou natuurlijk te doen. Ik heb een gelegenheid om dit naar buiten te laten komen. In mijn eigen taal, waarmee ik ben opgegroeid. Ja, fantastisch. Ik wil heel graag dat dat zo schoon blijft als het is. Want zo voelt het. Het is totaal schoon. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee meer over Nederland of een Nederlandse taal. Maar het stroomt gewoon uit me. En daarom deel ik het op deze manier. Hetzelfde met het maken van de vertalingen. Ik trek me als het ware niks aan van wat er in de cursus staat die al vertaald is in het Nederlands. Nee, ik vertaal het gewoon direct. Gewoon zomaar in de taal die me is gegeven op dat moment. En dat vind ik heel, dat maakt me ongelooflijk blij. Nou, dat is toch mooi. En oké, zo, we gaan vandaag verder. En er zijn twee woorden die je eigenlijk oké, er komt een vraag. Ga ik gewoon eventjes lezen. Oh, mooi. Ja. Nou ja, dat is bij mij ook zo. Dus dat is fijn. En omdat ik daar zo uit ben geweest, is het ook leuk om weer in de Nederlandse taal mijn woorden daarvoor te krijgen. Dus vandaag ga ik beginnen met een woord dat je niet in de Nederlandse cursus tegenkomt. Dat weet ik nog van toen, van 25 jaar geleden, toen ik wel de cursus in het Nederlands deed. Het woord ziel. He, dat is er gewoon uitgehaald. In de oertekst van de cursus wordt het woord ziel heel vaak gebruikt. En heel mooi toegelicht. Ik zou het niet willen missen. En daarom, dat was een van de belangrijkste redenen waarom ik dit ben gaan gebruiken. Want ik wil dat woord ziel niet missen. Voor mij is dit een zielsreis. En de ziel staat stil, is zeg maar in continue communicatie met de bron. En dat ben ik. En dus ja, dat woord ziel, daar hangt het niet aan vast, maar het is wel voor de herkenning wel handig om dat woord te gebruiken. Nou, ego en ziel, daar hebben we het vandaag over. En de twee hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Eén, ego, dat is zoals je jezelf ziet. Hè? Het is niet een soort van persona die waar je soms inschiet of zoiets. Nee, dit is wat jij bent als jij jezelf beschrijft als wie je bent. En de ziel is wat je werkelijk bent. Dat is een, je kunt zeggen van ja, ik heb bijna geen ego meer. En dan is het oké, zo wat neem je waar dan? Als jij nog steeds dingen waarneemt, zit je helemaal in je ego, zeg maar. Als jij je waarneming gebruikt om positie te bepalen, als jij je waarneming gebruikt om zeg maar te reageren op deze of dat wat jij ziet en dat voor waar aan te nemen tijdelijk of zelfs te verdedigen, dan is er nog steeds sprake van ego, want dat is in feite wat je bent. Zo, je kent jezelf niet anders als een ego. Dat is wat jij ik noemt. Hè, dat is het Griekse woord ik, ego. En je noemt ik, maar dat is heel wat anders als je ware zelf. Hè, dat heeft daar in feite helemaal niks mee te maken. Die twee gaan elkaar ook niet ontmoeten. Dat is ook heel interessant om te horen. Nou, daar, we lezen uit hoofdstuk 4 drie alinea's uit hoofdstuk 3. En ja, dat is
erg verduidelijkend, moet ik zeggen. Daarvoor heb ik ze gekregen, zeker weten. Nou, nog eventjes voortborduren op dat ego, want met dat ego ben je de hele tijd bezig als het ware. En één voordeel is er aan het ego, dat het kan leren. Dus daar heb je nog een beetje geluk. Het kan leren bijvoorbeeld om zijn gedachten niet voor waar aan te nemen, maar ruimte te geven voor iets anders. Nou, dat is in feite het einde van het ego, als het dat gaat doen. Maar het is heel behulpzaam. Dus daarom kan er zoiets zijn als een mind training. Als een ego niks kon leren, dan was er weinig hoop, zo gezegd. Nou, het ego kan leren om als het ware stil te zijn. Niet om zichzelf te bevestigen, niet om het beter te weten, niet om de oplossing te verzinnen, niet om al die dingen te doen die een mens wel doet. Nee, dit is echt letterlijk gewoon het ego kan leren, maar eigenlijk komt het dan op neer of een stap terug te doen. Om niet direct te reageren, om geduld te leren, om te vergeven, om dat te doen. Dus al die dingen die je als mens uiteindelijk wel gaat leren. Als je je hoofd voldoende stoot, als het ware. Als je voldoende vast bent gelopen in je eigen denkmachine. Dat is dat gedeelte. Nou, de ziel, daar is verder niet zoveel over te zeggen. Behalve dan dat het een perfecte communicatie is met de schepper. En dat het in jou is. De ziel is in jou. Is niet in je lichaam of zo. Of wat voor idee je daar ook over mag hebben. Nee, de ziel is gewoon de ziel. Het straalt licht in de herkenning van zijn eigen bron. Het is een uitbreiding van een uitdrukking of een uitbreiding, een expressie van de bron zelf. Dat gaat vanzelf, hoef je niks voor te doen. Hoef je niet voor elkaar te maken of zoiets. Of hoef je niet, nee, het enige wat er gebeurt is het realiseren ervan in jouw bewustzijn. En dat wordt jou gegeven, dus dat hoef je ook al niet te doen. Dus daarom zeg ik van, oké, de ego en de ziel die gaan elkaar niet echt ontmoeten. Want als de ego terugstapt, als die ruimte geeft, nou, dan kan in één keer het licht naar voren komen. Hè? Dat zegt ook een van de lessen. I step back and let him lead the way. Ik stap terug en laat hem de waarheid vertellen. Nou, dat is heel zwart-wit hoe de ziel en het ego samenwerken. Ik ben nog even nieuwsgierig. Oh, bestaat er ook zoiets als een gezond ik? Nou, dat vind ik ook een leuke vraag. Daar ben je naar op zoek als mens. Je probeert een gezond ik te maken, je probeert een gezond ik te ontwikkelen, maar bestaat zoiets nou eigenlijk? En wat is een gezond ik? Een gezond ego? Je kunt zeggen van, als ik als ego alles insluit, hè, mijn geest helemaal open maak en alles erbij inbegrijp en geen uitzondering maakt, mezelf niet differentiëer van andere ego's, maar herkennen dat, dat was waar we de vorige keer ook over hadden, herkennen wie mijn inspirator is, mijn verhaal in feite al voor mij heeft geschreven. Als ik dat met volledig open geest kan doen, kun je zeggen van ja, dat is een gezond ik. Dat is een ik dat gewoon in feite heel is. Dus een heel ik bestaat wel. Een gezond ik weet niet. Dat zou ook betekenen dat er een ziek ik is. Nou, dat hele verhaal van plus en min, van dualisme, van tweezijdigheid, van splitsing in feite, kan alleen maar totaal worden in de versmelting van het hele principe. Nou, wat ik daarmee bedoel is dit, en dat is eigenlijk heel interessant, is dit van, je hebt bijvoorbeeld zwart en wit, of je hebt arm en rijk, maar als je dat hele principe totaal durft te laten zijn,
dan is het gewoon wat het is. Dan is het niet meer gedifferentieerd. En daar zit een, daar zit in feite de verbinding in van de kracht die je bent. Nou, dat klinkt een beetje ingewikkeld en misschien ga ik er te diep op in. Dat moet je me maar vergeven dan. Het is zo dan, met een idee van die twee zijden die oplossen. Hè, nu kan ik nog een idee hebben over dat is minder, dat is meer, dat is zwart, dat is wit, dat is rijk, dat is arm, dat is who knows what. Zeg maar dat gedeelte heeft nog steeds te maken met een waarneming, met een observatie. Nou, als dat samensmelt, in feite kom je bij de realisatie van het zijn. En dat is de directe uitdrukking ervan. Dat heeft niet meer te maken met verschillen, maar met zijn. Nou, dat is eigenlijk gewoon de directe ervaring waar je in komt als herkenning van de ziel. Dus dat gaat niet meer. Kijk, als mens denk je dat je gedachten kunt hebben over iets. Dat je, ik vind blauwe auto's mooi of ik vind rode auto's mooi. Je hebt een idee over iets anders. Of ik denk dat ik een goed mens ben. Ik denk dat ik een gezond ego ben. Dat is ook al leuk. Ik denk dat ik een gezond ego ben. Kijk, dat is nog steeds een idee over jezelf. En dit waar ik het over heb en waar we in feite naartoe gaan in de directe expressie van de bron, in het zijn, heeft te maken met niet dat meer in gedachten hebben over, maar de gedachten zijn. Jij bent die gedachte. Jij bent de gezonde ik. Je bent de totale ik. Jij bent alles wat er is. Jij bent, weet je, jij bent. Je hoeft daar geen idee meer over te hebben. Nee, je komt in directe ervaring van de expressie daarvan. Er zit heel veel, transformatieve proces zit ervoor. En er zit een hele grote erkenning in. In feite is dit wat je gaat ontdekken als je geest heel is. Hè? Dan merk je dat je de directe expressie wordt. Dan heb je geen idee over jezelf. Je bent niet in observatie van jezelf. Maar je wordt de directe expressie. Dat betekent dat je eigenlijk geen idee hebt over jezelf. Maar je bent het. Je bent het idee. Je kunt het zien als meesterschap. Je wordt een meester. Ja, je geest is verlicht, om het zo te zeggen. Het is gewoon helemaal open in zijn. En niet meer ideeën hebben over. Nou, fantastisch. Dus mijn ideeën over meesterschap laat ik ook maar even gaan. Want ik ben gewoon de directe expressie daarvan. Ik ben me van bewust dat het geval is bij mij. Want ik kan niet meer naar mezelf kijken. Ik ben opgelost in dat. In mijzelf, je kunt zeggen. Dus daardoor wordt alles anders. Ik hoef me daar niet meer bezig te houden. Nou, fantastisch. Hoe dan ook. We gaan verder met ego, ziel. Hier gaat ook heel veel herkenbaar worden voor je. Ego en ziel. Oké, met een mooie molen. Een oliemolen uit 1734, geloof ik, was het. Een stem uit de hemel, verkenning. Oké, hier kun je me bereiken. Maar goed, je ziet het in de video. Ik ga nu even helemaal naar boven. We gaan de herhalingslessen doen. En dit is hoofdstuk 4b9. Om gelijk even een paar dingen duidelijk te maken. Niets kan de ziel bereiken vanuit het ego. Niets, zonder uitzondering. Niets kan de ziel bereiken vanuit het ego. En niets van de ziel kan het ego versterken. Of het conflict erin verminderen. Dat is een interessante uitdrukking. Niets van de ziel kan het ego versterken of het conflict daarin verminderen.
Het ego is een tegenstrijdigheid. Het zelf van de mens en het zelf van God zijn in oppositie. Ze zijn tegengesteld in de schepping, in wil en in uitkomst. Ze zijn fundamenteel onverzoenlijk, omdat de ziel niet kan waarnemen en het ego niet kan weten. Ze zijn daarom niet in communicatie en kunnen nooit in communicatie zijn. Nou, dat is ongeveer zo duidelijk als je het maar zou kunnen zeggen. Ze zijn fundamenteel onverzoenlijk, omdat de ziel niet kan waarnemen en het ego niet kan weten. Ze zijn daarom niet in communicatie en kunnen nooit in communicatie zijn. Nou, dat vind ik lekker om te lezen. Zo ongelooflijk kraakhelder. Nou, hier ga je dan met je... Ik weet wel hoe dit werkt, hoor. Nee, ik heb het pas nog gezien. Ik weet hoe dit werkt. Je weet helemaal niks. Je weet helemaal niks. Een ego kan niks weten, kun je zeggen. Hè, dat is redelijk na deze lezing die we net deden. Het ego kan letterlijk niks weten. Het neemt alleen maar waar en het reageert op wat het waarneemt. En het denkt dat het iets weet. Maar dat is gebaseerd op een soort van gedachtespinsels. Ja? Oké. Okay. Ja, we komen daar ook op. Ik lees af en toe een tekst. Dank je wel daarvoor. Oké. Okay. Dus het ego kan niks weten. Het kan niks weten, want wat weten is... Nou, dit is interessant. Kijk, het ego heeft ideeën. Het heeft heel veel ideeën. En heel veel tegenstrijdige ideeën, want daarmee bestaat het. Het bestaat bij het idee van conflict. En dat is belangrijk om te herkennen, want dan snap je ook waarom dat zo is, zeg maar. Je snapt waarom het conflict moet hebben. Want het heeft namelijk geen bron. Het heeft continu een tegenstelling nodig om zichzelf te positioneren, maar het heeft nooit een vaste positie. Het is altijd omkoopbaar door een ander idee, door de bevestigingsdrang, door het bestaansrecht aan zichzelf toe te eigenen. Pakt het gewoon elke beschrijving. Nou, mooie voorbeelden daarvan zijn natuurlijk overal te vinden, maar ook bijvoorbeeld in de Amerikaanse verkiezingen. Kijk, er is nooit een directe uitspraak waar iemand zich aan houdt. Nee, het blijft altijd, wiebelen tussen deze uitspraak, die uitspraak. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd, ik bedoelde dat zo. En dit soort dingen. Zeg maar, een ego kun je eigenlijk niet pakken. Want het bestaat natuurlijk ook niet, maar het kan ook niet gepakt worden omdat het niet absoluut is in zijn uitspraken. Het heeft een grijs gebied nodig om te functioneren. Nou, dit zie je in de menselijkheid natuurlijk ook heel goed. Eerlijkheid is daar een heel belangrijk punt. Ben je eerlijk in wat je uitdrukt? Wel, wat is eerlijk? He, ga je eerst die vraag stellen. Wat is eerlijk? Wat bedoel je ermee? Bedoel je dit of dat? Ultieme eerlijkheid bestaat niet. Dus het ego heeft continu conflict nodig om te bestaan. Daar voedt het zich mee. En daarmee is het ook zo tegenstrijdig met onverzoenlijk met de ziel. Want de ziel is stil. Het is wat het is. Het is niet soms dit, soms dat, soms zo'n uitspraak, soms het tegenovergestelde, soms zwart, soms wit. Nee, het is gewoon absoluut. Het is gewoon wat het is. Nou, dit is natuurlijk heel mooi. Heel mooi duidelijk. Waar wordt het misschien waarziger? Als je in een transformatief proces zit, zoals jij zit als je de cursus in wonderen openslaat en de oefeningen begint te doen. Wat gebeurt er dan met jou? Dus je gaat als het ware diep in je waarneming. Je gaat kijken, hoe neem ik waar? Wat denk ik eigenlijk? Waar komen die gedachten vandaan? Wat is hier aan de hand? Wie ben ik eigenlijk? Ga zo maar door. Waarom is er ziekte? Waarom is er zoiets als beperking? Waarom is iets tijdelijk?
Al die vragen. Hè? Hoe, wat, waarom, waar, wanneer. En ja, de essentie komt dan terug bij jou in de zin van wie ben ik. Nou, er is in de cursus wordt gesproken over de Heilige Geest. Hè? Zoals een soort van een brug tussen je menselijkheid en je goddelijkheid. Nou, dat kan een beetje verwarrend zijn als je denkt dat jouw menselijkheid zal overgaan in een goddelijkheid. En dit is niet wat er gebeurt. En in feite is de ervaring van menselijkheid stopt op een gegeven moment. Letterlijk shift dat in een onzichtbaarheid. He, dat is een van de wonderprincipes ook. Een miracle is een sudden shift. Een miracle is een plotselinge verandering in onzichtbaarheid. Wat gebeurt er namelijk? Jouw geest wordt in één keer verlicht. Je voelt communicatie beginnen in je geest. Je voelt je eenheid met je broeder. Je deelt dat in de herkenning van, dit is een andere kwaliteit. Nee, dat heeft niks meer te maken met mijn menselijkheid. Het heeft niks meer te maken met deze wereld. Maar ik heb het wel zeker ervaren. Dus ik weet dat er iets anders te ervaren is. Nou, in feite, de Heilige Geest vertegenwoordigt zeg maar het moment nu. Het moment van aanwezigheid. Het moment van die shift. Het moment van totaliteit, kun je zeggen. Het moment van licht. Dat is de Heilige Geest. In jou natuurlijk. Dat is jouw geest. Herinnert zich als een actieve in moment, zeg maar, op het heden moment, op het precieze moment, herinnert het zichzelf als een actieve herinnering van jouw zijn. Dat is waar dat plaatsvindt, zeg maar, het altijd in het moment, altijd precies op het. Ik moet nog even het moment vinden of de woorden vinden voor. En dit moment nu, zeg maar, het nu-geheugen of het nu. Want nu, dit nu-geheugen heeft eigenlijk helemaal niks meer te maken met tijd. Dus ik wil eigenlijk een woord vinden, die heb ik nog niet gevonden, maar een woord vinden dat daar in feite niks meer mee te maken heeft. Komt vast wel. Maar je snapt wat ik bedoel. Zeg maar, als mens denk je in een tijdlijn. Maar het moment nu heeft niks meer met die tijdlijn te maken. Je wordt letterlijk uit de tijd gehaald. Heeft het dan nog iets met je menselijkheid te maken? Nou, nee, die lost op. Die wereld lost voor een momentje op. Want die wereld heeft te maken met jouw ideeën erover. Nou, dus dat vindt plaats in het proces, in het transformatieve proces, waarin jij in feite opnieuw geboren wordt. Als een spiritueel being, als een spirituele geest. Wat jouw origine is. Dus de geboorte geeft alleen maar aan een overgangsfase. Van iets wat je niet was, naar iets wat je bent. Dus dat wat je niet was, daar heb je ook dan geen herinnering aan, in feite. Want dat is niet meer. Ja, het bepaalt jou niet meer. Het bevestigt jou niet meer in wie je bent. Nou, dit is essentieel om te horen of ja, om te ervaren in feite. Oké, ik ga verder met de volgende uitdrukking. Niettemin kan het ego leren, omdat zijn maken misleid kan worden. Maar het kan niet het leven dat gegeven is totaal levenloos maken. En dat is interessant ook. Niettemin kan het ego leren, omdat zijn maker, wie is de maker? Dat ben jij. Je hebt een idee over jezelf aangenomen en je verdedigt het om het te laten bestaan. Maar het kan niet het leven dat gegeven is totaal levenloos maken. Dus ook al is het in zijn denken, het ego. Nou, oké, ik ga hier even uit. Het ego in zijn denken heeft, zeg maar, echt zijn focus op de tijdelijkheid. He, dat is een, als het ware zijn hulp. De tijdelijkheid is zijn
juist een redding. Want het kan zijn leugens wel een hele tijd bij zich houden, maar op een gegeven moment is dat op. Nou, als er dan een dood aanbreekt, waarin de lichamelijkheid, waarin het ego zich ziet, als die dat kan neerleggen, dan is dat hele verhaal afgelopen. Met hem kunnen zijn leugens ook sterven, als het ware. Nou, dat gedeelte vindt wel plaats in jouw droom. Er vindt wel plaats in jouw ideeën over jezelf, als je daarin gelooft. Maar je kunt jezelf niet levenloos maken. Met andere woorden, jouw bewustzijn blijft voortbestaan. Je komt niet van jezelf af door te sterven. Door te denken van, oké, nou dan ben ik er eindelijk klaar mee. Met mij sterven al mijn leugens. Dat verhaal gaat niet op. Dus dat is niet je redding. Je kunt niet jezelf levenloos maken. Dus hoe donker of hoe tijdelijk, ja, je kunt zeggen hoe donker je het ook wil maken, er is nog steeds licht. Er is geen mogelijkheid om al het licht dat in jouw bewustzijn is, om dat te doven. Dat is onmogelijk. En dit is je redding. Dus alle tijdelijkheid die je zult ervaren, ook al lijkt het afgelopen te zijn in een soort van doodsbed, is het niet het einde van jou. Ik lees het nog een keer. Niettemin kan het ego leren omdat zijn maker misleid kan worden. Het moet misleid worden. Maar het kan niet het leven dat gegeven is totaal levenloos maken. De ziel, daarentegen, hoeft niet onderwezen te worden. Maar het ego moet onderwezen worden. De ultieme reden waarom leren of onderwijzen als beangstigend wordt ervaren, is omdat werkelijk leren wel leidt tot het opgeven van het ego aan het licht van de ziel. Zo, hier staat erbij niet vernietigen. Het ego hoeft niet vernietigd te worden. Nee, het wordt opgegeven. Want het is niet meer dan een bundel van ideeën, kun je zeggen. Het ego, oh ja, dat is wel een hele mooie uitdrukking eigenlijk. Omdat werkelijk leren wel leidt tot het opgeven, maar niet vernietigen, van het ego aan het licht van de ziel. Dit is de verandering waar het ego bang voor moet zijn, omdat het mijn liefdadigheid niet deelt. Zo, want je gaat je ego opgeven, jouw ideeën, jouw waarneming, je gaat het opgeven. En komt daarmee in een ervaring van het licht van de ziel. Ja, dat opgeven is gewoon, zeg maar, niet langer investeren in de ideeën van de waarneming. En hier zegt Jezus dit. Want de cursus is Jezus Christus van Nazareth. Mijn les was net als die van jou. En omdat ik hem heb geleerd, kan ik hem onderwijzen. Ik val je ego nooit aan, maar ik probeer het wel te leren hoe het gedachtesysteem is ontstaan. Wanneer ik je herinner aan je ware schepping, kunnen ego's niet anders reageren dan met angst. Wanneer ik je herinner aan je ware schepping, kunnen ego's niet anders reageren dan met angst. En een andere manier om te zeggen. Om dit te zeggen is van de weerstand in feite om dit, om zeg maar dat licht van de ziel te ontvangen, in je te laten openen, ondervindt zoveel weerstand van jou, omdat jij letterlijk, zeg maar, je hele wereld hebt opgebouwd om te hebben, om jou veilig te voelen. Nou wordt die veiligheid, soort van veiligheid die je voor jezelf hebt gecreëerd, zul je voor een momentje moeten opgeven. Zo van, nee, daar is het niet. Dat is het niet. Je gaat langzaam maar zeker ga je het leren om dat los te laten. En dit is hoe ik ook de bijeenkomst starten. Zo van, als je dat telkens doet, als je je geest als het ware in een staat hebt van ontspanning, van release, van laten gaan, van niet verdedigen, van niet beschermen, niet dit, niet dat, gewoon letterlijk jezelf in die angst durft te laten gaan, krijg je onmiddellijk een andere ervaring.
En dat is precies de plek waar dat gebeurt, zeg maar. Nou, dus zeg maar, de weerstand die je ervaart om dit te ervaren, om hier aan toe te geven, is enorm, omdat het letterlijk jou het gevoel geeft dat je de hele wereld opgeeft en dat je die ook nooit meer terug zult vinden. Nou, dat is alleen maar voor jezelf om het nog beangstigender te maken, want dit idee klopt niet. En ik spreek van ervaring, dus ik deel één ervaring die ik heb, bijvoorbeeld. Ik heb net een moment gehad waarin ik de liefde van God ervaar. Zo van zo diep vervulling en ik voel me zo fijn en zo veilig. En ik weet nou, zo van hier kan ik het vinden, niet ergens anders. Dan komt er een gedachte in mijn geest. Er komt een gedachte, ik heb honger. Ik heb zin om iets te eten. Wat gebeurt er dan? Een hele normale gedachte als mens. Wat gebeurt er dan? In één keer zie ik dat er wel een wereld is. Zie ik dat er een koelkast is waarin eten staat, waarin ik iets kan pakken. In één keer is er ook een keuken, er is een huis, er is een straat, er is een land, er is een wereld. Waarin ik dat kan pakken wat ik denk dat ik nodig heb op dat moment. Gebaseerd op één idee. Nou, dit is wat ik bedoel. Zo van jouw geest maakt de hele tijd wat het wil. Het staat klaar om te laten gaan. Het ontvangt het licht van je ziel in zijn bewustzijn. En in één keer komt er een idee in je gedachten. En daarmee, als het ware, creëer je weer een hele wereld om dat ruimte te geven. En wat je net hebt ervaren, ben je eigenlijk alweer vergeten. Nou, dit is hoe de split mind, zeg maar, functioneert, maar ook in zijn transformatieve proces. Want de zielervaring die je net had en het verstandelijke van het ego kennen elkaar niet. Die zullen elkaar niet ontmoeten. Dus daarmee bedoel ik, van als jij nog ideeën hebt over een wereld, ben je hier weer terug. En daar is het, weet je. Zo gaat dat. Dat is ongelooflijk. Dat kan zo snel gaan, je hebt geen idee. Maar één moment ervaar je hemelse vrede, het volgende moment ben je in een diep conflict. Dit is de menselijke geest, als het ware, die toch nog steeds waarde hecht aan ideeën. En daar is niks verkeerd mee, of ik keur het niet af, helemaal niet. Nee, het is gewoon een onderdeel van het proces tot het volledig ontwaken van jouw werkelijke zelf, zeg maar, van het ontwaken van dat in jouw bewustzijn. Oké, nou, ik ga straks even kijken naar de teksten, naar de chats. Ik wil nu even mijn aandacht hierbij houden, want anders dan raak ik gewoon mijn verhaal kwijt. En op een of andere manier is het makkelijker als ik gewoon eerst even wat vertel. Dan kunnen we daarna nog daar zeker even naar kijken. Want dat is ook heel belangrijk. Oké, zo. Het volgende wat ik wil doen is de herhalingslessen. We gaan nu beginnen bij 21. Dus we waren geëindigd bij 20. Zie, daar ben ik alweer kwijt. Alweer niet meer aan gedacht. Oké, zo, hier gaan we. Ik ben vastbesloten om dingen anders te zien. Wat ik nu zie zijn slechts tekenen van ziekte, rampspoed en dood. En dit kan niet zijn wat God voor zijn geliefde zoon geschapen heeft. Het feit dat ik zulke dingen zie, is het bewijs dat ik God niet begrijp. Rampspoed, ziekte en dood. Ja, het feit dat ik dat soort dingen zie, bewijst dat ik God niet begrijp. Daarom begrijp ik ook zijn zoon niet. Wat ik zie, vertelt mij dat ik niet weet wie ik ben. Ik ben vastbesloten om de getuigen van de waarheid in mij te zien in plaats van degene die mij een illusie van mezelf laten zien. Wat ik zie is een vorm van wraak. De wereld die ik zie is nauwelijks de representatie van liefdevolle gedachten. Het is een beeld van aanval op alles door alles. Het is alles behalve een weerspiegeling van de liefde van God en de liefde van zijn zoon. Het zijn mijn eigen aanvalsgedachten die aanleiding geven tot dit beeld. Mijn liefdevolle gedachten zullen mij redden van deze perceptie van de wereld en mij de vrede geven die God voor mij bedoeld heeft.
Ik kan ontsnappen aan de wereld door die ik zie, door aanvalsgedachten op te geven. Ik kan ontsnappen aan de wereld die ik zie door aanvalsgedachten op te geven. Hierin ligt mijn redding en nergens anders. Zonder aanvalsgedachten kan ik geen wereld van aanval zien. Als vergeving liefde toestaat terug te keren naar mijn bewustzijn, zal ik een wereld van vrede, veiligheid en vreugde zien. En dit is wat ik kies om te zien in plaats van wat ik nu zie. Ik neem mijn eigen beste belangen niet waar. Ik neem niet mijn eigen beste belangen waar. Dat zou een betere Nederlandse zin zijn. Ik neem niet mijn eigen beste belangen waar. Hoe zou ik mijn eigen beste belangen kunnen herkennen als ik niet weet wie ik ben? Wat ik denk dat mijn beste belangen zijn, zou me alleen maar dichter binden aan de wereld van illusies. Ik ben bereid de gids te volgen die God mij gegeven heeft om erachter te komen wat mijn eigen beste belangen zijn. In de erkenning dat ik die zelf niet kan waarnemen. Ik weet niets. Ik weet van niets waarvoor het dient. Voor mij is het doel van alles om te bewijzen dat mijn illusies over mezelf waar zijn. Het is voor dat doel dat ik iedereen en alles probeer te gebruiken. Ik geloof dat de wereld hiervoor bestaat. Daarom herken ik niet het werkelijke doel ervan. Het doel dat ik aan de wereld heb gegeven heeft geleid tot een beangstigend beeld ervan. Laat mij mijn geest openen voor het werkelijke doel ervan door degene die ik eraan heb gegeven terug te trekken en de waarheid erover te leren. Ik weet van niets waarvoor het dient. Dus voor mij is het doel van alles te bewijzen dat mijn illusies over mezelf waar zijn. Ik probeer dat doel dat ik. Het is voor dit dat ik alles en iedereen probeer te gebruiken. Ik geloof dat de wereld hiervoor bestaat. Om te bewijzen dat mijn illusies over mezelf waar zijn. Je zoekt, als het ware, continu naar bevestiging. En daarmee mis je het werkelijke doel. Het doel dat ik aan de wereld heb gegeven, heeft tot een beangstigend beeld ervan geleid. Laat maar mijn geest openen voor het werkelijke doel. Voor het werkelijke doel ervan, door degene die ik eraan heb gegeven terug te trekken en de waarheid erover te leren. Ik weet van niets waarvoor het dient. Zie, dat is ook een groot verschil tussen het ego en de ziel. Het ego heeft continu bevestiging nodig voor zijn bestaan. En hij wil bevestigd worden in zichzelf door alle acties die hij doet. Elke vraag die hij stelt, door elke telkens weer zoeken naar bevestiging. Want het heeft het nodig, anders dan zou het oplossen te bestaan. Nou, dat is het mooie van de ziel dan, die is helemaal stil. Dus als wij stil worden, bijvoorbeeld door meditatie of gebed, als we stil worden, vindt er ook iets plaats. Hè? Je wordt niet bevestigd als wie je denkt dat je bent, maar in feite wordt dat helemaal stilgemaakt in jou. Je gedachten komen tot rust, of helemaal niet natuurlijk, want je kunt met mediteren ook allerlei andere ervaringen hebben, waarin je juist heel erg over jezelf gaat nadenken, of zo verschrikkelijk afzwaait in je gedachten. Maar in feite is dat niet mediteren, dat is dagdromen. Dus als je gaat mediteren, laat je dat continu gaan. Dan laat je al die ideeën gaan. Dan ga je ook niet met die ideeën aan de slag. Je gaat ze niet, zoeken naar volgende stappen van jouw waarneming, van jouw observatie, kun je zeggen. Maar je laat het met rust. Nou, wanneer je het met rust laat, wat gebeurt er dan? In jou wordt het helemaal rustig. In jouw geest. In feite vindt er een ontspanning plaats, vindt er een opening plaats, waarin in één keer wel licht kan komen. En dit licht is stil, het hoeft niet bevestigd te worden, het is er gewoon. Dus dat maakt het zo verschillend. Je ziet met mensen, sommige mensen vragen heel veel om zelfbevestiging. En dan zie je van, nou blijkbaar heeft die persoon dat
erg nodig om, hè, om bevestigd te worden. Omdat hij misschien heel erg bang is om dat op te geven. Om dat te laten oplossen. Terwijl dat natuurlijk een van de meest fijne dingen zou zijn. Maar zoals we in het begin zagen, de weerstand tegen het ontvangen van dit licht is enorm. Want je gaat letterlijk gewoon met je leven beschermen. Dat heb je de hele tijd gedaan. En dat was een belangrijk onderdeel van je overleven. Je hebt geleerd om zelfstandig te zijn. Je hebt geleerd om voor jezelf op te komen. Je hebt geleerd om jezelf te maken tot wie je bent. En zeg maar, daarvoor ben je telkens beloond. Hè? Dat is altijd. De mensen vinden dat fijn om te horen hoe goed ze het hebben gedaan. Zo van, nou, ik verdien nou 60.000 euro per jaar. Of ik verdien nou dit of dan, ik verdien nou dat. Zo van, continu lijkt die waardering te komen van buitenaf ter bevestiging van iets van jou. Nou, de boodschap van Jezus, zoals we die lezen in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld. Jezus zegt, geef alles weg en volg mij. En daar komt het eigenlijk op neer. Zo van, dat is nog steeds hetzelfde verhaal. Wil je nergens aan vastzitten, wat deze wereld betreft, geef alles weg. Denk je dat je iets tekort komt? Want dat is jouw angst. Maar denk je dat je iets tekort komt? Je zult anders zien. Hebben bijvoorbeeld discipelen van Jezus iets anders gezien? Hebben ze armoede meegemaakt? Toen ze bij Jezus waren niet. Dus het is zo van, als jij die stap durft te zetten van niet vasthouden aan je ideeën, voel je ook gelijk dat je ondersteund wordt door het hele universum. Dat het niet te maken heeft met de manier waarop je als mens hebt geleefd en hebt gezocht naar bevestiging en hebt geloofd in de waarde van deze wereld. Dus ja, sprekend uit diepe ervaring, dat is mijn ervaring. Zo van, ik heb al die dingen ook gedaan, maar ik heb ze één voor één laten gaan, laten oplossen als het ware. Dan kom ik iets tekort? Nee. Ik word volledig, zeg maar, ondersteund. Hoe komt dat voor mekaar? Geen idee. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar het werkt wel. En daarmee hoef ik me niet bezig te houden met het menselijke idee van ondersteuning. Met het menselijke idee van voortbestaan. Met het menselijke idee van waardering. Al dat is opgelost, letterlijk. En dat gaat stap voor stap. Dus je krijgt alle mogelijke ervaringen om dat te laten gaan. Dan zie je van, wauw, ik heb er zo in geloofd dat ik dat moest doen. Het heeft zoveel spanning opgeleverd om voor mijn hachje te zorgen, zeg maar. En nu ik dat laat gaan, kom ik echt helemaal niks tekort. Ik kan niet, ja, het is ongelooflijk. Het is fantastisch. Het is prachtig. Maar het enige wat ik doe is, ik blijf in die rust van mijn ziel, kun je zeggen. Ik blijf in de rust van mijn ziel. Telkens als ik een gedachte oppak, heb ik wel genoeg? En morgen dan? En hoe moet het over 2 weken? Ga zo maar door. Je kent het geratel wel. Zo van, al die gedachten laat ik continu gaan. Om bij de stilte te blijven en bij de openheid van mijn geest om dat te ontvangen. Om het licht continu mij te laten wijzen welke stap te zetten, waar naartoe te gaan, wat te doen en wat niet te doen. En al dit, zeg maar, je wordt geleid. En je hoeft niks te weten over morgen als vandaag volledig is. Wat moet ik over morgen weten? Nee, dat hoeft helemaal niks. Dus hier kom je als het ware in een leven dat niks meer te maken heeft met een zelfbevestiging als ego. Nee, maar gewoon als een onderdeel van een zelfonderhoudend universum. Dat als basis liefde heeft, dat liefde zelf is. Dit is jouw, dat is de mogelijkheid die wordt aangeboden. Dit is de vrede van God die je continu kunt ervaren, die niks meer te maken heeft met jouw ideeën of met jouw, ja, bevestiging van jezelf. Zo van, daar is allemaal voor gezorgd. Alles waar je druk over maakt, is al geregeld. Het enige waar jij je druk over maakt, is in feite, of waar jij tegenaan loopt, is jouw idee dat je afgescheiden bent van alles wat is.
Nou, dat idee is gecorrigeerd. Dat idee is in feite niet waar. Je bent volledig in verbinding als jij, zeg maar, je ideeën laat gaan, ruimte geeft aan je geest. De Heilige Geest, als je het zo wil zeggen, de Heilige Geest toelaten als jouw gids. En niet meer zelf bepalen hoe dingen eruit moeten zien of wat je denkt dat er gebeurd is. Want dat is allemaal gebaseerd op het feit dat je niet weet wie je bent, anders zou je dat helemaal niet doen. Dus moet je voorstellen wat voor ongelooflijke rust dat geeft in jouw hoofd als dat weg is. Het is een feit dat letterlijk, ja, dat helemaal tot rust komt. Oké, nou, even kijken hoeveel minuten. We hebben nog een paar minuten. Oké, zo, hier komt nog een chat. Daar hebben we nou even tijd voor. Je kunt in het licht zijn en dat meenemen in je dagelijkse doen en laten. In de wereld, maar niet van de wereld. Totdat de trigger de hand overneemt. Ja, absoluut. Zo van, je kunt fantastische ervaringen hebben, zoals ik zei. Je kunt een mooie ervaring hebben van jouw verbinding met het universum. Dan, dat is een tijdelijke ervaring. Daar is ook niks mis mee. Je komt terug in een wereld met in je achterhoofd het vertrouwen of in je zenuwstelsel, zeg maar, de rust van die ervaring. En je stapt deze wereld in. Je gaat toch weer, zeg maar, duisternis binnen. En dat is ook prima. Maar nu is alles anders. Want jij bent niet meer zo daaraan gehecht als jij was. Door jouw nieuwe ervaring van jezelf is dat toch iets losgewrikt. Zo van, ga je toch langzamerhand door deze hele droom heen kijken. En wordt het makkelijker om te vergeven, omdat je gaat twijfelen, meer en meer twijfelen aan wat je ziet. Je neemt het niet meer direct voor waar aan. En op momenten misschien totaal wel, dat je helemaal door iets getriggerd wordt, zoals je zegt. Misschien word je helemaal door iets getriggerd en maak je het weer helemaal waar. Maar dan vindt er toch weer een proces plaats waarin jij dat weer laat gaan. En weer terugkomt bij je rust en bij je vrede. Nou, dit is de mind training, kun je zeggen. De geestestraining of de lessen die in het werkboek staan. Hè? Dus je gaat je als het ware oefenen om telkens sneller toe te geven van, oh, wauw. Ik heb het echt voor waar aangenomen. Maar gelukkig, ik kan het laten gaan. Niks van dat alles is waar. Weet je, in plaats van erin door te gaan en erin vast te bijten. Nou, je leert als het ware met de mind training leer je sneller om hulp te vragen. Je gaat niet meer doorduwen en proberen het te laten werken. Je gaat niet meer het forceren. Je gaat niet meer extra leugens bedenken om je eruit te helpen voor jezelf. Nee, je laat het gewoon helemaal vastlopen als het ware. Maar je vraagt om hulp. Je gaat het niet meer zelf oplossen. Nou, dat is in de wereld ook heel bruikbaar. Maar ook, kan ook heel conflictueus zijn als jij daarbij blijft van, ik hoef hier niet op te reageren, ik laat dit gaan. Ik kan hier geen oplossing voor verzinnen, want het probleem dat ik zie is niet werkelijk. Waarom zou ik een niet werkelijk probleem oplossen? Dus ik laat het gaan. Nou, dat kan wel wat oproepen, hè, bij mensen die om je heen zijn, zogenaamd. Dus dat is allemaal een ervaring. Nou, dit, ja, ik kan daar natuurlijk, ik kan er heel veel voorbeelden van geven, maar ik laat dat nu ook even gaan. Omdat ik eigenlijk zoiets heb van, de duidelijkheid die ik vandaag wil neerzetten, heeft te maken met het idee van, oké, als ego, als mens, als beschrijving van jezelf, als idee over jezelf, zul je niet, zeg maar, ontdekken wie je werkelijk bent. Dat vindt niet plaats in het gedeelte van menselijkheid. Dus als jij het daarvan loshoudt, als het ware, is het veel makkelijker voor jezelf. Eén voorbeeld dan is dit. Dus van, ik heb een
spontane ontwakingservaring gehad. Een hele diepe ervaring, echt alles op zijn kop gezet. En het eerste wat ik daarna probeerde was weer als mens te gaan functioneren en alles weer erin te pakken als het ware. Nou, dat leidt tot iets wat totaal niet productief is, maar eigenlijk heel destructief. En zo elke poging van jou om het hier toe te passen, als een nieuw ding, nieuwe toy als het ware, de werkelijkheid of geestelijk, je spirituele kennis hier te gaan toepassen in de droom en proberen daar iets mee voor elkaar te krijgen, dat hoef je niet te doen. Het heeft geen enkele zin. Dus daarmee bespaar je heel veel tijd als je dat niet doet. Dus wat ik heb gedaan heeft heel veel tijd gekost. En ik ben daar heel erg in vastgelopen, om het zo te zeggen. Nou, daar ben ik weer uitgekomen en daarmee is het weer opgelost. Maar je hoeft daar niet in te gaan. Met andere woorden, in de praktijk van het lessen doen, in de praktijk van de mind training doen van een cursus in wonderen, het enige wat gaat tellen is dan in feite, oké, ik heb nu bijna geen woorden meer nodig. Het enige wat ik nodig heb is dit moment, ik word stil, ik laat gaan, ik ontspan mijn geest, ik laat elk idee erover gaan. Elke situatie waar ik in kom, ga ik niet verbinden met een persoon, met een situatie. Elk diep gevoel dat ik heb, een intensiteit van gevoel die ik heb, ga ik niet meer verbinden met iets van tijd en ruimte. Niet meer met een persoon, niet meer met een situatie. Nee, ik word stil en geef mijn geest de ruimte om zich te openen, zodat in feite ik weer licht kan ervaren. Nou, dat is mijn praktijk, zeg maar, dat is de snelste manier om weer terug te komen bij hier ben ik, bij dit moment. Alles is me gegeven in dit moment. Waarom zou ik proberen iets buiten dit moment voor mekaar te boksen? Denkend dat dat mij iets gaat opleveren. Dus, maar goed, het is een, je pakt dit waar je jezelf bevindt in je ontwikkeling of in je transformatie. Ontwikkeling zou ik echt letterlijk willen nemen. Het is een ontwikkeling. Het is niet een higher level of van menselijkheid of zoiets. He, want daar in jouw menselijkheid is dat niet, zul je dat niet vinden. Nee, het leert om zich aan te passen, om terug te stappen, om te laten gaan. Om te vergeven, om het verleden los te laten. Om geen toekomstprojecties meer te maken. Dat is wat jouw geest leert met een cursus in wonderen. Daarin is er ruimte in je bewustzijn voor iets anders, voor het licht. En dat is jouw werkelijke zijn. Dus dat is eigenlijk wat ik je wilde vertellen vandaag. Zo, dankjewel voor je actieve deelname en voor het feit dat je hier aanwezig bent en dat je mij dit aan jou laat vertellen. Bedankt daarvoor. En ja, misschien zie ik je volgende week maandag weer dan, als wij een stem van de hemel gaan vervolgen met de 7e episode. Ik zit even te rekenen, we hebben nog 7 en 8 volgende week. Dus de maandag en woensdag komen we nog weer samen. Oké, dankjewel en zie je gauw weer. Dankjewel.